Hoe voelt het? Goed. Goed gevoel. Wat dacht u toen u gebeld werd dat uw ring na al die tijd was gevonden? Nou, ik kon toch niet geloven. Maar toen die zeer woedde leer, dan kon dat wel, ja. Asbroek raakte de ring 45 jaar geleden kwijt tijdens het maishakselen. Dan moet je dat vroeger met de hand moet je wel ingooien. En toen vernam ik dat hij weg was. We hebben hem aan het zoeken, maar we konden hem niet terugvinden. Dan voel je nooit dat in Wierke. Nee. Ik liep zeg maar met een metaaldetector over het veld heen. En op een gegeven moment mijn metaaldetector die gaat af. En het was een mooi signaal. En ik graaf zeg maar een plug. En ik zag hem in één keer liggen in de ring. Ik haal die ring eruit en ik zag die inscripties. En het eerste wat ik bij mezelf dacht, van ik moet de rechtmatige eigenaar terug zien te vinden. Ja, ik ben heel erg blij. Ja, ik vind het fijn voor hem dat hij weer terug is. Ja, kunt u het zich nog herinneren dat hij thuis kwam en vertelde dat de ring weg was? Ja, dat weet ik nog best, ja. Ja, ik heb altijd gezegd, misschien komt hij nog terug. Maar vaak hoor je wel, als zijn trouwring weg is, dat hij ook terugkomt. Nou, dat is nou gebeurd. Ja, vooruitziende blik? Ja. En welke moet hij nu straks omdoen? Die hij nou om heeft, die laat hij ook om. Dat de ring na al die jaren weer terug is, is op zich al bijzonder. Maar het toeval wil dat de vinder ook nog eens bij de dochter van Asbroek in de klas heeft gezeten. Ja, dat hoorde ik dus vandaag ook. Ik zag de dochter net. En dat is zo lang geleden. Ik ken ook niet iedereen meer. Maar dat maakt het inderdaad bijzonder.